misschien een haan op je arm? Oh, ik wil best een haan op mijn arm, hoor. Hé, hey, en ken je Jezus al? Ja. Ja? Ja. Oh. Nou, ik vind het heel gezellig om, als het mooi weer is en met braderieën en dus nu vandaag bij opwekking, om onze huisdieren mee te nemen. En automatisch kun je dan over Jezus praten. Gezellig, hè? Ja. Samen op stap. Ja, gezellig samen op stap. Nee, ik vind het wel een hele mooie manier om zo te getuigen. Ja. Hey, Max. Ja? En dan zet ik hem bij mensen op de arm en dan lopen ze niet weg en dan geef ik een traktaatje. Dat loopt niet weg hoor. Ja, op die manier is het makkelijker om mensen aan te spreken, want ze komen eigenlijk naar ons. Lief hè? Ja. Zou je zelf ook wel een haan willen? Nou ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, nu wel. Mag dat, mama? Natuurlijk. Ja. Ruimte zat. En geloof jij in de Heer Jezus? Dit in je hand. Geloof jij in de Heer Jezus? Ja, ik heb wel geloof, ja. Ik heb katholieke geloof. Oh, kijk, dat is mooi. Want ik heb hier namelijk een traktaatje voor jou. Ja? Dan moet je maar eens thuis maar eens lezen. Oh, oké, dank u wel.